sta hier met de snelste man van Nederland, maar die wordt derde. Leg dat eens uit. Ja, goed. Snelste man, dat weet ik niet. Dylan ontwikkelt zich wel heel goed. Misschien op het moment dat ik nog wel de snelste ben, maar hij gaat me zeker inhalen. Dus daarom weet ik ook dat het nu nog een kans was, omdat Dylan alleen nog maar beter gaat worden. En ja, ik moest gewoon heel vroeg aangaan, omdat ik veel te ver zat. En ja, dan weet je van of we moeten zitten slapen, maar sprinters slapen nooit. Of ik moet heel veel geluk hebben op een of andere manier. Dat, ja, je weet niet wat er gebeurt, maar eigenlijk het moment dat ik aanging, wist ik van ja, je moet ze bijna wel overeen komen. Dat kan niet anders. Je was na afloop woest. Leg uit, waar kwam dat vandaan? Nou ja, ik wil winnen. Ik kom niet om derde te worden natuurlijk. Dus dan lijkt me logisch dat je boos bent, toch? Dat klopt, maar ik zag ook dat Dion Beukenboom het voornamelijk moest ontgelden. Ja, goed. Misschien moest ik me dan iets inhouden, maar ja, die maakte eigenlijk de cruciale fouten. Waardoor wij ingesloten kwamen. Dus ja, dat is wel een beetje spijtig. Ja. Neem je hem dat kwalijk? Nee, neem ik hem niet kwalijk. Ik bedoel, ik heb al zoveel aan Dion te danken bij de ploeg. Dat kan ik hem absoluut niet kwalijk nemen. Je wint uiteindelijk, of ja, verliest misschien net hoe je het bekijkt. Je pakt brons, laat ik het dan zo zeggen. Op welk moment kun je tevreden zijn met deze bronsplek? Nou, misschien over een weekje, misschien over een maandje, misschien over een jaar. Gaat wel zien. Dankjewel, Wim.